Weet je hoe je dan hoort te beginnen? Van, het was me het weekje wel, hè? Ja, het was me het weekje wel. Het was me het weekje wel. Zo. Nou, dan zijn we wel klaar, toch? Ik denk je dat de mensen voorbeelden week willen. Ja, nee, maar het zijn allemaal complotten ook, overal. Ja, ik ben wel... waar ik het minst van weet is dat een rappende Amerikaan beschuldigd wordt van sex trafficking, gelinkt wordt aan Prins Harry en nog wat andere mensen. Ja, maar dat is Puff Daddy, ja, oftewel P. Diddy. Ja, maar die heet dat eigenlijk een rapper Sean Hubbard. Ja, Combs. Ja. Ja, dat is, die is natuurlijk zo bekend dat die gelinkt is aan compleet Hollywood. Ja. Dus ook aan Harry. Ja. Ja, dat ja, en William had op een gegeven moment iemand geridderd die weer aan Epstein en aan Piff Daddy werd gelinkt. Piff Daddy? Puff. Puff? Dat was zijn oude naam, nu heet hij P. Diddy. P. Diddy, oké. Okay. Ja, ja. Ja. Dat was dat Jennifer Lopez op een gegeven moment J-Lo werd, weet je nog? En dat Kanye West en dat, J werd. Ja, en Prince Symbol. Zullen wij dan gewoon vanaf nu Brim worden? Brim. Ja. Ja? Ik denk dat als de Brimlanden. Ja. Zeg maar een blok vormen, die proberen een blok te vormen tegen België. Ja. Verder hadden we natuurlijk Kate. Ja. Heb je dat nog een beetje gevolgd, Kate? Ja. Ja, die zag er goed uit, dat heb je vaak in het begin. Ja. Maar die zat dan op een bankje waar de spijlen niet van goed liepen. En... Ja, die mensen die dat zeggen, die snappen perspectief niet helemaal. Nee. Want ze zat niet recht op het bankje. Ze zat niet recht op het bankje. Dus waar dichtbij, dat was groter. Maar ik heb verschillende foto's gezien en die ene foto is ook weer gemanipuleerd om het te versterken. Want als je het hele... Nou ja, anyway. Ja, maar... ik vond, er was ook nog een filmpje... Dat de ring, ze zat zo en dan bewoog ze er en dan kwam hij boven en dan zat hij volgens mij een vinger verder ook. Ja. 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 Oh, dat was echt allemaal, weet je, je snapt ook wel waarom ze dat moeten doen. Want je kunt natuurlijk nooit op een bankje zitten en dit verhaal gewoon in één keer goed vertellen. Nee, maar ze is natuurlijk al lang vermoord. Omdat de hoe heet de familie, de Winchesters... De Windsors, die zijn allemaal gelinkt aan sex trafficking. En zij wou uit de school klappen. En dus is al lang dood en er wordt nu gewerkt aan een replacement. Ja, maar AI is natuurlijk al wel goed genoeg om dat... Nee, maar dat filmpje, daar beweegt ook niets in de achtergrond, terwijl de haar wel een beetje waait. En alle bloemetjes staan stil. Weet je, het kan gewoon heel goed in een studio gedaan zijn. Ik bedoel, wij kunnen hier ook gewoon een willekeurige achtergrond hangen. En dat beweegt ook niet. En dan denken de mensen alsnog dat het groen is. Ja. Maar niet groen als bos, maar groen als groen. Ja. Als... Ja, maar dit is dus echt, hè? Dit is echt. Ja. Maar je kan gewoon met FaceTime kan je gewoon een achtergrondje kiezen wat je wil. En als dat meisje echt ziek is, dan zit ze gewoon binnen op een dingetje en hebben ze gewoon dat bankje wat... Ik denk dat ze het gewoon allemaal erachter gaan komen. Als ze sterft aan kanker, dan is ze ziek. En als het overleeft... Wacht even hoor. Als ze overleeft, dan is ze replaced. Precies. Ja. Dat is gewoon heel simpel. Oh, wat een rare shit, joh. Je komt dus op een gegeven moment dus in een wereld waarin dus niks echt is. Dat, althans in je hoofd. Ja. En zo is er iemand ook op Twitter, ik zal zijn naam niet noemen, die continu naar buiten kijkt en zegt dat het weer ook allemaal controlled opposition is. Omdat het nu al zo lang bewolkt is en dan 's avonds helder. En, ja, kan niet. En dan waarnemingen die niet aansluiten bij mijn woonplaats. Dus dan denk ik, ja. Ja, ja, het is gewoon een lange kutwinter. Dat kunnen we, daar ben ik... Maar ja, die heb je gewoon af en toe. Het heeft wel echt idioot geregend afgelopen jaar. Ja. Echt wel. Ik las ook een stukje waar allemaal mensen... Die hebben nu last van schimmel in hun huis in Amsterdam. En die zijn dan boos op de woningbouwvereniging. Maar in dat hele stuk staat niet gewoon dat het al vanaf augustus vorig jaar niet één dag droog is geweest. Daar komt dat gewoon door. Ja. Het heeft zo lang geregend. Als dingen zo lang nat zijn, dan gaat er vocht doorheen. En dan krijg je schimmel. Ik krijg de ramen hier bijna niet open. Vanwege
vocht, ja. denk ik. Ja, of omdat het pand verzwakt. Nee, het is uitgezet natuurlijk, ja. Ja. Ja, en dan... Ja. Ja, ik dacht, ik maak even het rondje complot, want we hebben verder nog heel veel andere nieuws natuurlijk. We hebben geen haast, hè? Nee. Mensen, we moeten compenseren dat we te kort waren. Hoewel een vriend van me zei, oh, ik zag een korte aflevering, ik heb eindelijk weer eens gekeken. Ja, daar heb je vrienden voor. Ja. Ik weet niet of het nou ook een complot is, maar die Khalid met zijn deken. Ja. Ja, er is niks aan de hand eigenlijk, hè? Nee, er is helemaal niks aan de hand. Op ambtenaar omgekocht. Nee, hij heeft wel een cliënt onder druk gezet. Maar hij heeft niet, daarmee is niet bewezen dat hij iemand heeft omgekocht. Dat is geloof ik het verhaal. Nee, die deken die vond het vooral heel erg dat de privégesprekken zomaar werden opgenomen. Ja, maar die deken was ook weer gelinkt aan Peter R. de Vries. Ja. Omdat de deken altijd dingen samen deed met Peter R. Wat dan? Ja, druk in de Porsches. Ja, nee, dat heb ik wel gelezen, maar ja, soms... Kindertjes treffen. Deden ze nou samen dat ze dan kinderen... Ja, nee, Peter de Vries was wel in één keer opgehouden met die Demmink-toestand, hè? Is erin gedoken. Echt... Toen in één keer hoorde je er niks meer over. Dat is ook waar. Toeval? Ja, ik weet niet eens of hij ooit iets over Demmink heeft gezegd. Hij heeft nooit iets over Demmink gezegd, hè? Toeval? Nee, precies. Maar ondertussen, om de boel allemaal af te leiden... Dit is natuurlijk allemaal... Er moet gewoon een afleiding zijn dat we allemaal denken dat Kate dood zijn. Dus stuurt iets of iemand via Tsjetsjenië naar een Russisch concertzaal. Ja. Zodat iedereen daarmee bezig is. En dat Poetin in een kramp schiet in eerste instantie dat het allemaal de schuld van Oekraïne is. Ja, volgens mij blijft hij dat volhouden, toch? Nee, volgens mij is hij erop teruggekomen. Ik had hem laatst even gesproken. Oh, oké. In de app. Ja, nee, met zo'n... De hotline, weet je wel, van die films. Die naast de rode knop zit. Ja. Nee, dat vergeten mensen vaak. Maar je hebt natuurlijk heel lang in Veenendaal gewoond. En daar woonde zijn schoonzoon ook. Dus ja, die ken je dan. Heel Veenendaal kan appen met Poetin. Nou, een vriend van hem, die zweert dat hij... Ik weet niet precies waar Veenendaal ligt, maar die zweert dat hij hem een keer in Otterlo heeft zien lopen, waar het Kruller-Müller is. Vlakbij Kruller-Müller. En dat hij dacht... Dit was voordat hij president was, maar of toen hij net president was. En dat hij er toen door zelf te onderzoeken achterkwam dat hij een Nederlandse schoonzoon had. Ja. Nee, ik kwam wel vaker in Veenendaal, dat was wel bekend. Maar het lijkt me niet dat voor iemand uit Rusland, waar dan ook in Nederland, de afstand tot het Kruller-Müller hem zal weerhouden om erheen te gaan. Nee. Of het Kruller-Müller nou dicht bij Veenendaal is of niet, dat lijkt me irrelevant. Oh ja, op die manier, ja. Ja, ja en om dan weer de hele... Omdat we dan weer allemaal met Moskou bezig zijn, moet er ook nog even in Baltimore een brug instorten. Ja. Zodat we niet de focus op alles tegelijk doen. Jij begint er wel goed in te worden. Ik begin er heel goed in te worden. Ja, boot in Baltimore, die was stuurloos geraakt, toch? Ja. En toen heeft de kapitein een noodsignaal gegeven, zo van... Hey, ik zou die brug even... Ik weet niet zeker of ik toevallig tussen twee stijlen doorga, maar ik heb er weinig invloed op. En dat heeft heel veel doden voorkomen, maar ook zijn ook nog gewoon doden. Vier werkende arbeiders. Oh ja, dat waren ze weer vergeten. En dat blijken dan ook nog een Guatemalees, twee Mexicanen en nog zo'n land te zijn, waarop de president van Mexico boos werd dat er weer wordt verzwegen dat het immigranten waren of zo. Ja, maar ze willen juist niet racistisch zijn, dus ze gaan dus niet dat noemen. Nee, maar de migranten worden dus wel voor gevaarlijk werk ingezet, maar worden dan niet geëerd als helden of zo. Ja, wordt toch gewoon gezegd dat ze dood zijn. Ja. Hoewel het haftig weet hebben. Gestorven voor een brug. Ja, en de man die dan de brug heeft gesloten voor verkeer, die is dan een held. Terwijl die gewoon zijn werk doet, denk ik ook. Ja. En die krijgt een mede. Maar hij had natuurlijk ook kunnen denken op dat noodsignaal van, zo'n vaart zal toch niet lopen. Ja, en dan zie je versnelde beelden van die boot. En dat licht gaat dan uit.
En weer aan. Dus het is gewoon een dus het licht doet het. Dus het is een, hoe heet het? Een cyberattack was het op een boot. Oh. Maar als je het dan versneld afspeelt, dan lijkt het inderdaad net alsof hij gewoon een scherpe bocht maakt om die pijler te raken. Hmm. Maar als je dingen versneld afspeelt... Ja, dan zit er altijd wat meer urgentie in, hè? Ja. Ja. Ja, dat was een rondje complotten. Weet u nog meer complotten? Noem ze in de comments. Ja, Moskou was wel eigenaardig. Want ik vraag me dan af, de CIA zegt dat ze gewaarschuwd hebben. Dat wordt niet ontkend door Moskou. Ze hebben daar vervolgens niet echt iets mee gedaan. En de CIA heeft ook wel serieus gezegd, een serieuze dreiging. En Moskou zei laat van ja, maar je zei niet precies waar. Maar als ik het goed heb gevolgd hoor, want dit is alweer heel lang geleden. Maar waarom gaat de CIA opeens vriendjes vriendelijk doen? Nou, om heel eerlijk te zijn, ik denk dat het gewoon een beetje ook gentlemanlike is van, ja, weet je, dit gaat... Ik denk zelfs als je, nou, misschien niet Noord-Korea is een verkeerd voorbeeld, maar waar dan ook, zeg maar, voor ons, hè, als Nederland. Stel, onze geheime dienst komt erachter dat er een aanslag wordt beraamd in Brussel, hè? Mm. Dan denk je wel van, ja, kut Belgen. Maar je gaat uiteindelijk denk je wel van, ja, weet je, het zijn ook mensen. Want dat vergeten mensen wel eens, hè? Maar Belgen zijn dus ook mensen. Ja, maar omgekeerd, zou de FSB, zo heet dat toch, de Russische geheime dienst? Ja. Zouden die Washington waarschuwen omdat er een opstand komt, geleid door een verloren presidentskandidaat? Nou, ik denk het ergens misschien ook wel. Ik denk dat je ervan uit moet gaan dat die organisaties zijn veel minder gescheiden dan je denkt. Die organisaties zijn veel meer ook samen in, zitten in een bubbel van veiligheidsorganisaties. Dus misschien dat de FSB dat niet formeel dan doet. En ik weet ook niet of de CIA dit formeel heeft gedaan. Ik denk dat die contacten niet op die manier verlopen. Maar dat gewoon iemand te horen krijgt van, ja, als je die spreekt, zeg even dat dit op komst is. Ja. Want... En het heeft heel veel met persoonlijke contacten te maken. Dus jij, zeg maar, als dienst... Een soort contraspionage die dan... Nou ja, kijk, als dienst kun je... Je hebt gewoon bij de CIA heb je mensen nodig die op goede voet zitten met FSB-mensen. Dat je ook dingen kunt deescaleren en whatever. Dus dat je dan tegen zo iemand zegt van... Hey, zeg even tegen jouw contact dat we dit en dit hebben. Dan heb je daar een volgende keer wat aan. Want die gast die heeft iets gekregen wat waardevol was. Wow. Gaat een wekker. Dus ik denk dat dat een beetje zo is gegaan. En ik denk dat dat inderdaad ook de andere kant op gaat. Nog los van het feit dat er ook daar gewoon mensen werken die gewoon menselijk zijn. En denken van, ja, weet je, superkut zo'n aanslag. Ja. Maar die mensen die zijn toen helemaal afgetuigd. Ja. Ik las ergens een mopje over dat een Amerikaan, een Franse delegatie en een Russische delegatie, die moeten alle drie een vos vangen ergens. Okay. Hè? En dan de Amerikanen die zetten intelligence in en die gaan helemaal met satellieten en die komen zo bij die, komen thuis met die vos. De Fransen, die hebben dan weer een andere techniek. Ja. Ik weet even niet meer. Een spoor van slakken. Ja, en de Russen, die pakken een hond. En die schoppen die hond zo in op die hond, dat de hond uiteindelijk zegt, oké, ik ben een vos. Ja. Ja. Ja, en toch, hè, er is iets heel primitiefs in mij. Ja. Ik vind het hartstikke mooi als ik die daders daar zo beteuterd zie zitten. Ja, en ik denk ook dat die beelden gaat toekomstige daders denken van... Ja, maar dat is niet alleen doet heel veel pijn, maar het is ook echt gênant. En je hele familie ziet je. En zelfs hier, hè, want je hebt altijd een soort slachtofferverheerlijking hier. Maar zelfs over die mensen zag ik dan op een gegeven moment berichten... Ja, maar die ene man, dat was zo'n goede kapper. Och, kanker. Ja. Echt serieus? Ja, echt waar. En dat wist een Nederlander? Nee, volgens mij was dat een internationale pers, iets Amerikaans. Oh, of, ja. Het is te wachten op de eerste berichten uit de gay scene, dat ze hem ook wel kenden uit... uit Rafa. Uit de bruine rakker in Rafa. Maar
Ja, ik geloof, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat is vaak met geloof, hoor. Misschien heb ik het gedroomd dat Medvedev desgevraagd heeft, want het is geen doodstraf in Rusland. Nee, klopt. En dat hij heeft gezegd van, ja, ze zullen waarschijnlijk wel sterven, maar daar hebben wij niet zoveel mee te maken, zoiets. Ja, ja, ja. Nee, ze hebben geen doodstraf. Hebben ze ook niet nodig. Nee. Ze hebben hoge gebouwen genoeg. En koude orde. Precies, dat is gewoon. Je kunt gewoon vergeten iemand te voeren, toch? Ja. Gevangenis, het doodgaan is niet zo moeilijk. Dat zelfs in Amerika lukt dat. Ja. Of denk je dat het zelfmoord was met Epstein? Laten we het daar eens over hebben. Ja, we hadden de complotten nog niet af, of wel? Ja, de complotten kunnen we overal weer infietsen. Ja. Want we hadden ook nog Philip de Winter van de week. Oh ja. Wat vond jij daarvan? Ja, en Baudet. Ja, Baudet, ja. Baudet die dan door de Russen zou betaald zijn, dat wilde Klaver weten. En dan ging Baudet zeggen van, ik heb gehoord dat Klaver een vagina heeft. Nee. Ja. Ik vond van Dinges, hoe heet hij? Het is niet dat ik per se Philip de Winter wil verdedigen of zoiets. Zowel, ja, zo'n figuur in de politiek vind ik toch altijd wel fijn dat hij er is. Maar die bedragen vond ik gewoon onwaarschijnlijk. Het is gewoon veel te weinig geld om je land voor te verraden. Dan denk ik inderdaad van, ja, wat voor bedragen heb je het dan over? Nou, een paar lunches voor €1.000. Ja, dat is het enige wat ik heb gezien. Iets voor, nou, volgens mij ook nog 10.000 of zo, maar dan nog steeds, weet je. Ik vind het. En wat hij zei van, ja, je moet ook niet vergeten, in die tijd keken we nog heel anders naar China. En dat is ook waar. Gewoon 15 jaar geleden, ik weet niet hoe lang geleden het was, of 20 jaar geleden, niemand was bang voor China. Het was gewoon waar ze steeds betere producten gingen maken als wij daarom vroegen. China heeft dus een soort ultieme combinatie voor zichzelf bedacht tussen kapitalisme en communisme. Gewoon, we doen het met z'n allen voor het land en we worden er stinkend rijk mee. Ja, op zich wel. Maar China heeft geen communisme nodig, hè? Nee, het is ook officieel geen communisme meer, dacht ik. Of wel? Ja, volgens mij wel. Ja. Maar Chinezen, dat is juist het wonderlijke aan dat volkje. Je kunt gewoon, je pakt wat Chinezen en je dumpt ze op een willekeurige plek op aarde. En je wacht 5 jaar en je gaat kijken. Ja, dan staat er een restaurant of een wasserette of in ieder geval iets wat functioneert. Daar hoeft de knoet niet zo overheen als dat ze in China dan toch maar doen. Dat hele puntenstelsel en iedereen in de gaten houden. Het is helemaal niet nodig met Chinezen. Nee, maar dat is wat ik bedoel. Dat is een soort zelfs redzaamheid. Ja. Terwijl communisme is toch ook een beetje handje ophouden bij de staat. Maar dus dat hebben ze niet nodig, want ze redden zichzelf wel. Ja, nou, je kunt zeggen, het is dé plek waar communisme kan slagen vanwege die cultuur die er al zo diep in zit. Dat, ja, weet je, al geef je ze allemaal een gouden huis, dan nog blijven ze werken. Is dat is een, niet dat een is gouden dat, huis nou. Dat is een oud-Chinees gezegd, hè? Ja. Ja, maar Baudet die is. Baudet en de Winter, zijn we daarmee klaar? Nou, Baudet is wel dat ik wel dacht van, wat heeft die gast gebruikt vandaag? Ja. Dat zegt die huisarts ook, maar gewoon dat het al begon met, in ieder andere context had ik nu op uw bek geslagen. Of dat zei hij tegen Jan Paternotte. En dat heeft hij in Off the Record dan nog een keer herhaald. En daar, nee, even later heeft hij tegen Klaver gezegd, want als je dat nog een keer vraagt, sla ik je op je bek. Dus die man, die is in één keer daar. Ja, maar dat was Off the Record in de zin van, de microfoon stonden al dicht en dat was buiten de vergadering. Ja, precies, ja. Maar hij herhaalde het tegen iemand anders. Dus ja, hij herhaalde Ja. Ja, ik weet ook niet wat voor drugs dat met je doet, om heel eerlijk te zijn. Maar ik vind het een opgepokte bende. En ik moet wel natuurlijk denken aan al die dingen die zijn ontwikkeld om soldaten de loopgraven uit te krijgen. Want die. Ja. En al die aanslagplegers, dus ook die Hamas-mensen. Jij impliceert hier meer mee dat Baudet namens iemand in een loopgraaf zit en daaruit moet. Nou, de Russen? Misschien is het een experimentele fase, dat die gewoon zichzelf probeert te motiveren. Als je Baudet bent, ben je dat gezeik ook wel eens zat natuurlijk. Ik bedoel, je eigen gezeik. Ja, maar je wilt toch ook serieus genomen worden? Nee. Als politicus? He's way beyond. Nee, weet jij, maar hij wordt toch. Kijk, uiteindelijk, iedere politicus wordt wel door iemand serieus genomen. Dat zullen we in de comments ook wel zien. Ja. Dus ja, daar hoef je niks voor te laten. Nou, ja, maar Baudet weet ik dus niet.
Ik vond het wel raar. Ik vond het echt raar. Gewoon in één keer, twee keer op een dag iemand gewoon gewelddadig uit de hoek komen. Want daar komt het natuurlijk op neer. Ja, er dook ook weer een oud filmpje van hem op dat hij iets zei. Of was dat een nieuw filmpje? Dat weet ik niet. Dat hij met bokshandschoenen zogenaamd op de camera met Klaver aan het boksen was. Dat was, ja, dat is heel oud. Ja. En wat ik wel op zich wel grappig van hem vond, was dat Bosma die had gezegd, ik wil dat je dan en dan bij me langskomt, want die moeten we het over hebben. En dat hij dan had gezegd van nee, dan kan ik niet, want dan heb ik kickbokslessen. Dan heb ik al een kickboxles gepland. Ja, het was 9:15 ochtends. En om dan van Amsterdam naar Den Haag te gaan en je een habit hebt van goede wijnen drinken, dan is dat misschien wat vroeg. Het is beslist wat vroeg. Kijk, dat wij hier nou om 8:00 ochtends zitten. Dat weet niemand, toch? Tst. Nee, maar mijn wekker ging net. Oh ja. Voor als we om 9:00 zouden beginnen. Oh ja, je wil niet overkomen alsof je pas om 11:00 wekker gaat natuurlijk. Vieze, nou, we hebben echt nog een enorm lijstje, dus waar gaan we verder? Poolse beuk, dat heb jij erop gezet. De Poolse beuk erop gezet? Ja, ik niet. Ja, waar staat hij? Helemaal bovenaan. Ja, de Poolse beuk is de Europese boom van het jaar. Ja. Maar gaan bomen tegenwoordig maar een jaar mee? Nee, joh, ik word gek van dat. Maar er komen volgens mij niet zo gek veel bomen bij, toch? Gaan we dan, op een gegeven moment is het op. Ja, maar je hebt toch ook Miss Nederland en Miss Universe? Zo moet ja, maar je er komen dus wel steeds nieuwe meisjes bij. Er komen niet boomsoorten bij zoals er nieuwe meisjes bij komen. Nee, maar je hebt deze specifieke boom. Ja. Dus de kan op een andere... Hij is toevallig een Poolse beuk, maar hij is zo mooi. De winnende Poolse beuk staat in de botanische tuin van de Universiteit van Wrocław. Daar zijn wij geweest. Ja, dat klopt, ja. Ja, niet in die tuin. Het is een mooie boom, hè? Ja, zeker. Maar als je houtkachel hebt, dan zie je toch vooral 2 winters kachelhout. Nou, wel meer winters, denk ik. Ja, het is een beetje doorstookt. Ja, jij dacht gewoon dat een boomsoort was. Ja. Ja, nee. Ja. Hierzo, en ook Nederlandse zomerlinde grijpt naast de titel. Ik dacht, oké, dat is een typisch Nederlandse boom dan kennelijk. Ja. Misschien moeten we die boom dan op de grachten, door de grachten, voor de tweede plek. Ja, daarachter een boot slepen. Ja. Ja, kappen, ja. Ik wil die zomerlinde wel zien, want die wil denk ik ook wel. Nee, gewoon... die staat er natuurlijk niet in. Ja, wat is dit dan? Oh, dit is de Maria-linde in Oosterwijk. Ja, maar die ziet er gewoon niet. Het is een beetje een rommelig truttenboompje. Ja, de volkskamp mensen, dit. Ja, dit is... De achtste plaats ging naar de Oekraïnse eiken. Maar hier, deze beuk, Franse stad, werd tweede in de competitie. Ja. Dit is een Franse... Hoe werd in de kop... Hoe grijp je naast de titel en is iets anders tweede? Naast de titel grijpen is toch dat je tweede wordt, of ben ik gek? Nee, maar dat andere was een Poolse beuk. Die... Poolse beuk, uitgeroepen Europese boom van het jaar. Nederlandse zomerlinde grijpt naast de titel. Ja. Als je naast de titel grijpt, ben je toch nummer 2 of niet? Nee. Ben je toch niet nummer 63? Nou, dat denk ik wel. Ja. Ja, oké. Nou, in ieder geval nummer 2 is dus een beuk in de Franse stad Bayeux. Ja, maar het is dus inderdaad wel raar dat ze zeggen de Franse beuk. De derde prijs, olijfboom op Sardinië. Ja, dus die zomerlinde is dus al niet de eerste, tweede... En die staat ook niet op een foto. Zeker niet de derde. Er wordt niet eens op getoond. Ja, vierde, Camellia, Portugese stad. Vijfde plek, Tsjechische perenboom. Nou, weet ik. Daar hebben we nog een keer op. In Andalusië, dat is de zesde. Achtste. Wacht even. Waar is de zesde? Nee, nu gaan we naar de achtste. Die ging naar een Oekraïense eikenboom uit het dorpje Virun. Of Virin. Ja, daar ben ik wel eens geweest. Ja, kutboom. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ja, en dan hebben we hier nog eentje, negende plek. Dus de zevende is dus geheim. Of was dan de zevende Nederlandse, maar vonden ze, daar doen we geen foto bij. Wat is... En we hadden de complot al af, en nu dit. Ja, maar die ene olijfboom, die was 4000 jaar oud. Dan heb ik, dat vind ik wel respect. Moet je wel lang wachten op zo'n prijs, hè? Ja. Nu ook dat, ja, dat is jonge boom... Ja, misschien was het wel gewoon een mooie jonge boom. Ja. Ja. Oh nee, wacht even hier. De Maria Linde in Oosterwijk
We hadden de zevende plek. Oh, wacht even. Hieronder, die saaie kutboom voor jou met die bankjes erover. Ja. Dat is die boom die naast het... Ja, maar die had best wel eens een beetje... Die naast de titel greep. Nou, dat snappen we allebei wel. Een saaie kutboom. En dat is dus een zomerlinde, die linde. De Maria-linde in Oosterwijk is dus van het type zomerlinde. Ja. En die werd dus zevende. En de Volkskrant vindt dan dus dat je naast de titel grijpt. Ja. Het is toch niet te geloven, dit? Het is niet te geloven. Ik word hier woedend van. Kapper u mee. Ja. Wat was dat met Waternet, hè? Dat was wel leuk. Dat vond ik ook hier wel in Amsterdam, dat weten de mensen niet. En het is super dat het weer over Amsterdam gaat. Vind ik wel fijn. We hebben het Oosterwerk gehad. Lekker weer terug in Amsterdam. Anyway, tijdje terug. Ja, bij elke brug heb je van die huisjes voor de brugwachter. Ga jij toch uitleggen? Nee, maar ik vertel even dat... Ja, en die brugwachtershuisjes... Jij in gang? Ik zet nog een kopje die waren koffie. Op een gegeven moment die waren niet meer nodig, hè, Matthijs? Nee, want dat werd op afstand bestuurd. Dat werd op afstand bestuurd. En als het niet op afstand bestuurd werd, wat gebeurde er dan? Dan krijg je een soort Baltimore aan de Amstel. Nee, de brugwassers moesten gewoon op de fiets van brug naar brug. Ja. Dat was het ding. Wat blijkt nou? En wat gebeurde er toen met die brug? Ja, dat werd natuurlijk heel Amsterdams geëxploiteerd. Ja, en hoe? Ja, door hotelbedden in te zetten. Ja. En... Dus en dat is op zich al raar in een stad waar iedereen loopt te klagen dat er veel te veel toeristen zijn. En dat er bijvoorbeeld bed and breakfast moet zo min mogelijk en er moet tegengegaan worden. Maar brugwachtershuisjes, geen probleem. Ja. Eigenlijk weer een typisch gevalletje. Gemeente mag zelf wel wat de burger niet mag. Op zo'n mondain onderwerp. Ja, en dan ook nog, dan zit je dus ook nog als toerist wel, het zijn vaak wel mooie Amsterdamse schoolhuisjes. Ja. Maar dan zit je dus wel aan een hele drukke straat. Ja. Als toerist. Ja, naast een brug die soms open gaat. Maar wat gebeurde er toen? Dat zal ik wel even vertellen. Wil jij dat vertellen? Want ik sta met mijn mond vol tanden. Ja, jij moet even koffie maken. Ja. Ook. Even concentreren. Ja. Nou, toen bleek dus dat sommige bruggen, die hebben gewoon eigenlijk wel wat permanenter toch een brugwachter nodig. Het werkte niet, het op afstand. Ja. De afstandsbediening bleek onveilig. En dus toen moest er toch weer mensen in die, gewoon brugwachters in de brugwachtershuisjes. En je zou denken, de naam zei het ook gewoon al. Ik snap niet waar die verwarring vandaan komen. Dat er in één keer toeristen in moesten. Toeristwachthuisjes. Ja. En toen ging Waternet de brugwachtershuisjes weer huren van de hotels die ze exploiteerden. Dat heeft €70.000 gekost afgelopen jaar. En dat is wel leuk voor die brugwachters. Want die zitten dus in één keer in een brugwachtershuisje. Wat natuurlijk gewoon een soort luxe hotelkamer is. Ja, maar roomservice neem ik aan, maar wel met minibar. Maar wat ik me dan afvraag, zitten ze daar dan zodat ze niet van de ene naar de andere brug hoeven te fietsen? Of is die apparatuur om de brug te bedienen ook nog aanwezig? Want dat zal er toch uitgesloopt zijn? Nee, ik denk dat die wel is gebleven. Want ik denk dat er weinig vanaf uit te sluiten valt. Het is gewoon een bedieningsding en dat moet dan radiografisch gemaakt worden. Ja, dat valt niet zoveel aan het slopen, denk ik. Nee, je kan het verwijderen. Ja, wat? De rode knop, zeg maar. Nee, zo'n bedieningspanel. Je had ooit zo'n reclame, toch? Van een of andere verzekeringsmaatschappij. De slogan was brug open, hond aan de lijn. En dan zag je zo'n reclame, dat was een hondje. En die werd de hele tijd, die speelde met een rode bal. Als hij een rode bal zat, dan sprong hij en dan greep hij die. En toen was hij dus in een brugwachtershuisje. En er was zo'n hendel met een grote rode knop aan het eind. Om de brug open en dicht te doen. En de brug die was dus open. Ja. En dat hondje was daar en die sprong naar die bal om die bal te grijpen. Waardoor dus de brug dicht ging terwijl er allemaal schepen onderdoor aan het varen waren. Ja, maar dit is gewoon... Heb ik nog een stuk of wat t-shirts van gehad. Want...
Wilfred, die moest voor als bijbaantje, studeerde toen in Maastricht, geloof ik, een kelder leegruimen van een bioscoop. En die lag vol met die t-shirts, dus ze hebben ze allemaal meegenomen, want dat moest toch weg. Ja, ze hebben op sommige plekken ook keten neergezet voor de brugwachter. Van een specifieke keten of McDonald's? Ja, maar dat is toch een kapitaalvernietiging. Ja, ik vind wel 70.000 gewoon niet zoveel, als ik eerlijk ben. Maar... Nou ja, maar wat wie, daar had je ook natuurlijk bitcoin van kunnen kopen. Ja, je had ook een hele straat parkeerplaatsen van kunnen verwijderen. En plantenbakken neerzetten. Oh, kanker. Ik wil het er niet over hebben. Dan word ik boos. Verdrietig. Ja. Nou, dan gaan we. Zullen we dan even. Ja, jij hebt even een goede tip voor de mensen. Ja, nou ja. Mijn zoon die had laatst pech met de auto. Ach, gewoon een... claimen, man. Het is jouw zoon. Ik kan gewoon zeggen dat het jouw verhaal is. Dus niet vertellen aan je zoon. Ja, dat is waar. Ik stond laatst met pech langs de weg. En toen kwam er. Toen kwam er een AWB-mannetje. Hmm. En wat waren de symptomen eigenlijk? De dynamo was stuk. Oké. Okay. Dus de accu hield er gewoon mee op. Nou, het ging leeg. Op een gegeven moment kwam de plaats van bestemming aan. 100 meter daarvoor ging mijn licht uit, de radio uit. En moet je je voorstellen, was allemaal zijn zoon, hè? Vertelt hij gewoon alsof hij het was. En toen wilde ik gas geven, kon ook niet meer, maar kon nog wel remmen. En toen rolde ik uit naar de parkeerplek. Hmm. Ja, ik een half uur wachten op de AWB. Kreeg ik zo'n berichtje in de app van we zijn over 20 minuten bij weer. En toen opeens, nee toch niet. Toen een uur en een kwartier daarna ben ik maar eens gaan bellen. Ik was ergens bij Heer Hugo Waard in Noord-Holland. Hmm. Vraag me niet wat ik daar deed. Weet ik niet meer. Toch gebeld. Ja, de ANWB kreeg een fietser. De ANWB-man ging dus een band plakken. Ja. Je kan dus gewoon je band laten plakken door de ANWB als je lid bent. Ja, als je even een uurtje hebt. Als je even een uurtje hebt. Als je het zelf kunt, altijd dat doen. Dat gaat veel sneller. Ja, nee, maar dat is dan, daar heb je er al voor betaald. Ik bedoel, ik kan het zelf, maar ik breng het meestal naar de fietsenmaker. Maar dat ga ik dus niet meer doen. Ik ga gewoon de ANWB. Gewoon even een uur staan wachten op straat. Ik heb een rammelende ketting nu. Dan ga ik gewoon ook de ANWB voor laten komen. Rammelende ketting. Ja. Heb jij een ketting op je fiets? Ja, in de kettingkast. Ik heb geen ketting op mijn fiets. Nou, jij hebt zo'n snaar gedreven. Dat wou ik toch even zeggen. Ja. Nou, en dan verder nog zag ik op de website van de ANWB dat de plastuit in de aanbieding is. We hebben niet zoveel vrouwelijke luisteraars volgens Google. Maar doe u er voordeel mee. Maar ik denk dat je als man ook wel in de plastuit kan plassen. Zeker. Ja. Ik heb in één keer allemaal ideeën erover die ik niet ga zeggen. €16. Dat vind ik best duur. Ja, en dat is een aanbieding, hè? Kun je nagaan wat die kost. Ja. En je kan kiezen tussen roze en blauw. Dat vind ik dan ook weer zo genderdiffuus. Ja. Wist jij dat roze, tot ergens in de jaren 20, dat roze voor jongetjes was en blauw voor meisjes? Ja, heb je me wel eens verteld. Oké, okay. Saaie loon. Dat heb ik jou verteld? Nee, ja, ik heb van nee, ik weet QI. Wel, ik weet wel dat roze de favoriete kleur van mijn zoon was, totdat hij naar groep 2... besloot geen homo te zijn. In groep 2 onder peer pressure dat maar heeft laten varen. Hmm. Peer pressure van wie? Ja, de Marokkaanse klasgenootjes. Ja, waren dat homofoben? Ja, maar ondertussen wel kontje kussen in de blokkenhoek, hè? Dat was... Dat deden de Marokkaantjes ook weer? Ja, dat deden ze gemengd. Okay. Dat was op een gegeven moment een dingetje, kontje kussen in de blokkenhoek. Was serieus? Ja, moesten ze allemaal op gesprek komen dat vast heel aardig bedoeld was, maar niet de bedoeling. Oh, dat is toch. Dat zou nu wel anders zijn. Ja. Oké. Wat is dit? Nu een heftig filmpje. Dat heb ik. Ja, ik heb het net gekeken.
Oh ja, 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 dat. Jezus, lees even voor wat daar gebeurt. Want we gaan, Just in, als in breaking. Ik had er een vertaling onder. Zal ik die gewoon even doen? Nou, ik, ja. Dat is veel makkelijker, toch? Oké. Boos vertalen, kijk, hier. Nee, die heb ik niet. Man uit Californië gearresteerd omdat hij naar verluid een afgehakt been had opgegeten. Dat hij had afgenomen van een voetganger die werd aangereden door een trein. Het incident vond plaats in Wasco, Californië. Volgens de politie heeft de 27-jarige Restendo Tellez een been verwijderd uit het Amtrak station. Tellez werd volgens een getuige gezien terwijl hij het been at en werd later in de gevangenis gezet wegens het verwijderen of verminken van menselijke resten. Ja, wat ik de man die door de trein werd aangereden is helaas overleden. Ik weet het niet. Ik denk dat het misschien wel goed is dat hij is overleden. Dus stel je voor dat je overleest en dat je hoort dat een of andere Mexicaan je been heeft opgefroten. Dat is niet leuk. Ik heb laatst op Netflix een film gezien over die vliegtuigcrash in de Andes in de jaren 70. Een fantastische film. Ken je dat verhaal? Ja. En die film die is gewoon ook echt goed. Die is, die heet... Ik herinner me dat die film uitkwam, ja. Nee, dat is een Engelse film. Oh, je hebt nu de documentaire gekeken? Nee, het is geen documentaire. Het is een film, Spaanstalig. Oh. Die heet Le Nouvelle, de Witte Woestijn of zo. Oké. Okay. Wat een poëtische titel. Ja, ja, wat die ene, dat is met Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, zo lang geleden. Dat was nog een variant op van Not and Dine. Wil je verder nog iets over vertellen? Of alleen dat nou ja, maar die mensen die hebben dus mede overleefd omdat ze hun gestorven medepassagiers opaten. Ja. Maar dat was dus een dingetje omdat die... door de katholieke kerk en zo is cannibalisme echt zwaar not done. Ja. En, maar terwijl wij zouden er geen probleem mee hebben. Nee, maar wat dus heel erg heeft meegespeeld, en dat sluit aan wat je hierover zei, is dat de nabestaanden een soort van gratie hebben verweten, hebben gezegd van we vinden het goed. Ja. En ze... Vroeger dacht ik altijd, toen ik me er nog niet zo in verdiept had, dat die mensen gewoon elkaar gingen doodmaken om op te eten. Maar... Oh, dat heb ik nooit gedacht. Dat was een heel leuk sketchje van Not the 9 o'clock News. Of van, ik denk Smith & Jones. Die deden dat. Die werden dan geïnterviewd alsof ze overlevenden waren. En dan zo van, en wie van jullie, en die ene is dik en die andere dun, dat moet je weten. Ja. En wie van jullie kwam eerst op het idee? En die dunne zegt, het was echt een gezamenlijk besluit. En die dikke, ik zal toe. Het was mijn idee. Ik had gewoon het meeste horen van iedereen. En dat gaat zo'n tijdje verder. En dan zo van, en hoe pak je dan zoiets aan? Ja, we begonnen met de ham. Er zat nog een klein stukje augurk bovenop. Ja, het was walgelijk. Maar ja, we hadden niks anders. Dus we moesten... het eten. Dus hoe lang duurde het voordat jullie dat vliegtuig eten gingen eten? Ja, toch wel een dag of zes. Ja, we hadden alle medepassagiers al op. Ik vond het super grappig. Maar dit is wel, die Restendo Tellez, heeft de Mexicaanse president daar ook over geklaagd dat hij niet in het zonnetje gezet werd? Nee, weet ik niet. Trouwens, die Netflix-film heet La Sociedad de la Nieve. Oké. Okay. En is... Heb je ze je geld gegeven om te promoten of zo? Krijg je geld van Netflix tegenwoordig? Nee. Nee, kunnen we wel vragen. Deze uitzending is niet mede mogelijk gemaakt door Netflix. Ik heb ook wel eens een film van een HBO aangeprezen, hoor. Ja, oké. Okay. Daar moet je toch iets mee doen, denk ik. Ja, we moeten ook een beetje cultuur aan de mensen brengen. Niet alleen maar dat zwartgallige nieuws. Nee, oké, nu voorbij, hè? Ja. En trouwens, hij heeft volgens mij, deze man heeft niet dat been... Dat werd een beetje knurig vertaald. Maar dat been was al van het lichaam losgerukt. Het is niet dat hij dat zelf heeft gedaan. Hij heeft gewoon een been gevonden en meegenomen van plaats. Gewoon op de kou ook. Ja. Hij heeft het ook niet bereid of zo, hè? Nee. En dat is dus eigenlijk nog schokkend hier. Je ziet dus een filmpje, zie je dus die man gewoon bezig. Niet, je kunt, het been is geblurd.
Dus dat betekent dat het gewoon wel klopt, denk ik. Oh ja, immigratie. Kraken, wat is daar dat soort ding? Ja, de Mexicanen die prijzen... Die informeren de mensen dat kraken in bepaalde staten, als een huis leeg staat, dat je daar niet uitgezet kan worden. Ik geloof vooral in New De Mexico. Mensen bedoel je immigranten, hè? Ja, Even voor de luisteraar en kijker. En mensen zijn dus in bepaalde staten gewoon bang om even boodschappen te gaan doen. Want voor je weet, als je terugkomt, zit er een Mexicaan in je huis en die zegt, het is van mij. Ja, het is niet zo, maar zo is een Puerto Rican zijn, denk ik. Nou ja. Maar ja, het... Dat was vroeger hier ook zo, maar... Nou, niet op die manier, hè? Nee. Maar je kunt... Ik denk wel dat de overdaad aan immigranten op dit moment van die aard is dat... Dat je daar wel bang voor bent, want er wordt ook nauwelijks op gehandhaafd natuurlijk. Hè? De politie is in dat soort plekken ook ondergefundeerd en ondergefund. Ja, onderbetaald. Ja, in ieder geval gedievend. Ja. Die gaan zich ook niet aan die regels houden. Die krijgen gewoon het idee van, oh, ik zie een leeg huis, nou ik ga erin en krijg me er maar uit. Ja. En dan snappen die mensen die daar wonen, die snappen best hoe dat gaat. En die verwachten ook al helemaal niks meer van de politie. Want er zal ook wel gewoon een regel zijn van ja, het moet wel gewoon echt leegstaan en aan het verkrotten zijn en toestanden voordat je het kan kraken. Ja, anders krijg je die deur ook niet open. Ja, precies. Nou ja, die huisjes in Amerika, zijn toch ook waar wij zijn geweest, zijn toch allemaal een beetje... Van, het zijn niet echt solide bakstenen huizen vaak. Nee. Het is een beetje... Ja, ben ik mee eens. Ik denk dat de meest solide huizen in Amerika, die zijn ook gewoon van hout. Ja. Dus die zien dan weer afvikt. Anyway. Ja, ik heb hier verder... Oh ja, nog een complottheorietje er even ingooien dan. Die hele migratie... Ja. Dat is nu echt op twee plekken tegelijk aan de hand. Zo in Europa en daar. En vroeger hadden wij natuurlijk gastarbeiders. En dat had mij... Nu opeens valt het me op dat het zeg maar, een tweefrontenoorlog is. Ja, nou ja, weet je. Het is daar... Weet je waar het niet is trouwens? China. Nee, oké, maar daar komen ze dan eerder vandaan ook, hè? Toch? Ja. Australië. Ja, dat is een eiland. Ja, maar gewoon die hebben besloten dat dat niet meer ging gebeuren. Ja. Nou, dit geluid kwam gewoon uit. Ja, waarom ook niet? Ja, nou, morgen wordt er weer gedemonstreerd op de A10. Of gedemonstreerd, wordt gewoon geblokkeerd. Oh, dat heb je in je agenda staan? Ja. Nou, ga je erheen? Nee. Wat een mooi land toch, hè? Dat je die vrijheid hebt om... De openbare weg te... Het is krankzinnig. En het moet echt kappen. Het moet echt kappen. Het is zo'n totale onzin. En het is juridisch ook gewoon... Het is totale onzin. Het is echt naar een uitkomst toe redeneren. Ja. Want... dat klonk emotioneel. Maar... zijn we niet gewend? Het kan gewoon niet zo zijn dat als jij... de straat stillegt... dat je dan normaal gesproken gewoon in de bak geflikkerd wordt... en weet ik wat voor bekeuring krijgt. Maar als je zegt dat je het doet voor een doel... wat op geen enkele manier te verifiëren is... en dat het dus een demonstratie is dat je ermee wegkomt... wat krijg je als het volgende? Ga je gewoon bank overvallen tegen het kapitalisme... en dat is dan een demonstratie? Rot toch op, zeg. Maar dat is echt zo'n onzin, dit. Maar ook de plek is dan gelieerd aan de ING die daar niet meer zitten. Ja. Nou, dat is dus gedebunked. Ze hebben het één keer gedaan, omdat ze hadden dat plan. Maar ze doen het dus nu al voor de derde keer. Ja. En ze kunnen dan niet een beter alternatief bedenken. Het is zo waanzinnig. En het is... We hebben nu ook een bruggetje naar de jodenjacht. Ja. Dat is ook de ING werd beklad, toch? Ja. Door de... Was ook door Extinction Rebellion.
Nee, dat niet. Nee? Oh. We weten niet door wie. Dus het is in ieder geval de antisemieten. Ja. Kijk, er stond ook heel goed bloedbank op de opgekalkt. Oh, dat kon ik niet lezen. Ik zag inderdaad en toen, bank. En maar... ik dacht, of ik las dat ergens. Zo van, en toen dacht ik van, hè, wat? Een bloedbank, dat is toch waar je bloed gaat brengen voor dingen. Ja. Maar ze bedoelden daarmee dat de ING... bloed aan hun handen heeft. Ja, wat dus ook nog eens gewoon echt totale onzin is. Hè? Er is wat dat betreft, de ING doet qua Israël en zo in de bezette gebieden echt niks anders dan iedere andere bank. Namelijk doet er eigenlijk gewoon niet zoveel mee, omdat ze bang zijn voor dit soort gezeik. Ja. Dit soort intimidatie. Maar het is gewoon dat het is zo glibberige, nare tijd waar we in zitten. Want iedereen voelt het aan. Hè? Als je gewoon naar zo'n demonstratie toe gaat, dit zijn geen mensen die zich, voor een deel mensen wellicht, oprecht verontwaardigd zijn over dode kindertjes in Gaza. Mm-hmm. Maar dan nog een keer wel echt afvragen waarom die totale focus op Gaza, waarom niet Jemen, waarom niet ja. Bijna al die landen. Maar hoe dan ook. Maar je merkt, wat er nu gewoon gebeurt, is dat je mensen die vroeger kankerjoden zouden staan, aan het roepen zouden zijn, die roepen nu dus kankerzionisten. Het voelt voor hun hetzelfde, in hun hoofd weten ze dat het hetzelfde is, het betekent vrijwel hetzelfde. In ieder geval binnen hun context. Alleen het is oké. Ja. En zionisten, dat is eigenlijk, weet je, mensen voor zionisten uitmaken, dat is bijna hetzelfde als wat die Antifa altijd doet met fascisten. Oh, dit zijn fascisten. Nou, Antifa, er zijn eigenlijk bijna geen fascisten meer. En waar jullie tegen zijn, dat is eigenlijk over het algemeen volstrekt normaal. En wat het dichtstbij tegen fascisme aankomt, is Antifa zelf. Absoluut. Absoluut. En dat is dus de ironie, hè? Ja, en het is hetzelfde met die anti-zionisten nu. Het zijn gewoon zionisten, het zijn gewoon jodenhaters. Zionisten, wat maakt iemand nu toch tot een zionist? Dat je vindt dat Israël bestaat. Nou, Israël bestaat, dat is gewoon een feit. En dat het een recht heeft om te bestaan. Ja. Ja. Nou ja, het is echt een van de pot gerukt standpunt dat gewoon een land wat er al meer dan een halve eeuw is, dat zou moeten ophouden te bestaan. Om plaats te maken voor een ander land op dat gebied. Het is gewoon zo dat, wat is een land? Een land is een volk op een bepaald territorium met een zekere vorm van gezag. Ja. Dat is een land en duidelijke grenzen. Dat is precies wat Israël is. Als je dat gaat ontkennen en je vindt dat ontmanteld moet worden voor iets. Er zijn... Oké, dan wordt Israël ontmanteld. Krijgen we daar dan een stabiel Palestina voor terug? Nou ja, de enige kans die de Joden hebben is allemaal tegelijkertijd daar weg zijn. Ja. Want nee, maar los iedere Jood die achterblijft, dan weet je wat er gebeurt. Stel dat de Joden allemaal vrijwillig vertrekken. En er komt daar een soevereine staat, Palestina. Ja. Wat zou dat doen met het Midden-Oosten? Zouden die vriendjes worden met Egypte? Dat denk ik wel. Maar de pest voor de rest van het Midden-Oosten is dat ze gewoon dat totale fuck-up die al die landen zijn, kunnen ze niet meer Israël de schuld van geven. Dus het is eigenlijk wel een goed experiment, een gedachte-experiment. Ja. Dat ze elkaar uiteindelijk toch allemaal zelf de pan uit gaan vechten. Nou ja, kijk, wat ook een grappig gedachte-experiment is. Het eerste plan van Adolf Hitler was om alle Joden uit Europa in Israël neer te dumpen. Oh. Want daar hoorden ze, niet hier. Dat was zijn opvatting. Dat is niet doorgegaan, sommigen zeggen, omdat de mufti van Jeruzalem zei van ja, dat willen wij niet. Ja. Waarom maak je ze niet dood? Nou ja. Hè? Maar stel je nou eens voor een wereld waarin Adolf Hitler alle Joden uit Europa heeft gewoon in Israël. Zonder ze hun haar te krenken verder. Ja, nou gewoon misschien een beetje lullige tocht. Ja. Maar daarna gewoon allemaal in Israël. Nou, die hadden daar natuurlijk een soort paradijs op aarde gebouwd. Op een gegeven moment vergeef je op zijn minst het lullige tocht erheen, maar dan zit je daar in een soort iets fantastisch wat je hebt gemaakt met z'n allen. Dan was Adolf Hitler daar waarschijnlijk een held geweest. Ja. De founding father van de staat Israël. Ondanks zijn negatieve intenties. Ja.
Of in ieder geval zijn hatelijke gedachten erbij. Ja, er wordt ook altijd geroepen dat, dat Israël veroorzaakt een soort hongersnood in Gaza. Maar er zijn sinds 7 oktober meer voedseltrucks Gaza binnengereden dan voor de oorlog. Dus ze werden al van voedsel voorzien, omdat ze niet helemaal zelf voorzien zouden zijn. Dus ze krijgen... Ik heb daar een beetje twijfel over. Ja, is dat zo? Nou, vertel. Nou, omdat... Eerst was er zo'n bericht op Al Jazeera dat de IDF met tanks over Palestijnen was heen gereden op plek waar voedsel werd uitgedeeld. Ja, dat waren ze zelf uiteindelijk. Dat was onzin. Dat waren de voedseltrucks zelf. Maar... Dat is natuurlijk, ja, dat is dan wel voor een deel gebeurd, omdat het daar dus zo druk is. Wat dus betekent dat er zo'n behoefte is aan eten, dat de mensen dan denk ik op dat moment best wel honger hebben. Ja, maar dat is dan in Noord-Gaza, want die trucks, daar zal het wat penibeler zijn dan in Zuid-Gaza. Oké, dat zou kunnen. Ik was er laatst nog. Ja, het is gewoon oorlog daar. En dat is niet, dat vergeten mensen, dat dus niet altijd leuk is. En dat vergeten letterlijk mensen. Al die jonge lui, die Generation Z, die nu allemaal lopen te janken van het is een genocide. Nou, ze weten niet wat een genocide is en ze weten niet wat oorlog is. Nee. Dit is wat oorlog is. En eigenlijk gewoon alle doden in Gaza, die zijn, kun je gewoon van zeggen, dit komt door Hamas, dit komt niet door Israël. Nee. Hamas had dit allemaal kunnen voorkomen. En dat is eigenlijk vanuit de Palestijnen of vanaf het bestaan van de staat Israël, de ellende waar ze in zitten, hadden ze kunnen voorkomen. En daarbij, de staat Israël is ook nog deels gesticht, omdat er al aanslagen waren. Die waren daarvoor er al, Joodse doelen waren al aanslagen op. En waarom? Omdat er heel veel Joden waren komen wonen die redelijk succesvol daar waren. Mm-hmm. Ja. En de anti-Israël club die vindt dus dat de Joden daar niet heen hadden mogen gaan. Maar het zijn wel dezelfde mensen die vinden dat iedereen welkom moet zijn in Nederland. Ja. En dat is raar, toch? Waarom zouden Joden niet in Israël... Kijk, dat zijn dezelfde mensen die zeggen, ja, grenzen bestaan voor zouden, mij niet. Zouden diezelfde mensen ook zeggen van, weet je wat, om Palestina mogelijk te kunnen maken, nemen wij alle Joden op? Nee, dat denk ik gek genoeg niet. Nee, hè? Dat denk ik niet. Nee. Nee. Maar jij noemt het hier ook een nieuwe kristalnacht is begonnen. Ja. Is dat echt hoe je het voelt? Nou, Of is dat meer metaforisch? Wat het wel is, er is iets heel kwaadaardigs aan de gang en je voelt het. Het wordt steeds brutaler. Gewoon dat die Lenny Koer, waar ik nog nooit van had gehoord. Jawel, ik wel. Ik niet, maar wat daar gebeurt, het is allemaal... Kijk, wat ze nu doen is zeggen, oh, we zijn tegen het beleid van de staat Israël. Dus iedereen die dat niet is, die is fair game. Die mogen we aanpakken, die mogen we intimideren, we mogen er naar schreeuwen. Nee, we kunnen mensen voor de ergste uitmaken. Hey, en laat nou eens, hoe toevallig, vrijwel alle Joden daaronder vallen. Ja. Dus die kun je doen. Ook, je kunt onschuldige liedjes maken. Je kunt maar die huizen heeft... besmeuren. Dat was het eerste wat gebeurde na 7 oktober. Hè? Dat in Berlijn dat er gewoon dat de jodensterren werden geschilderd op plekken waar joden woonden. Ja. En het is zo schunnig. En hier moet iets aan gedaan worden. En dan ook een Amsterdams bestuur die keer op keer... volledig aan de verkeerde kant van de geschiedenis gaat staan. Want het hoeft niet uit de hand te lopen en je hoeft het niet tegen te houden. Het is allemaal gebaseerd op de meest voorzichtige interpretatie die mogelijk is op basis van een uitspraak van het Europese Hof. En dan is het ambtenarenapparaat ook nog helemaal geïnfiltreerd met totale activisten. Want naast Tofik Dibi hadden we ook nog een andere gast die in... bij een Extinction Rebellion demonstratie was opgepakt. Ja, en hij is al een keer een ING uitgesleurd. Die een of andere bezetting. En hij is nu weer... Hij was ook op de A10. Ja. En de gemeente Amsterdam zegt dan... wij
grijpen niet in op activisme van onze ambtenaren. Zolang het maar binnen de wet gebeurt. Nou, de bezetting van de A10 gebeurde dus niet binnen de wet, want die was dus verboden. Een IRG bezetten, dat is gewoon huisvredebreuk. Dat is een misdrijf. Ja. En dan hebben we nog... dus nu, en dan ook nu het gemeentehuis besmeuren. Want dat is volgens mij nu wat er gebeurt. In Castricum. In Castricum, ja. Waar die gast toevallig woont. Dat is ook niet toegestaan. Dat is ook, ik weet niet of het een misdrijf is, maar in ieder geval op zijn minst, het is in ieder geval verboden. Maar die gast die blijft gewoon hier maar... Graffiti is toch misdrijf? Weet ik niet. Even kijken, wat Annabel dan ook zei. Van, stel je nou eens voor dat je een ambtenaar hebt die de stopera onderkalkt. Omdat je een asielstop wil en een asielnoodtoestand moet worden uitgeroepen. Ja. Ja, ja, helaas. Denk je, denk je dat dat gebeurt? Dat dat oké is? Dat hij daarmee wegkomt? Dat hij gewoon daar kan blijven wonen? Nee. En vanuit Amsterdam... Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet of dat ophef zou komen, maar je kan je meer afvragen, waarom gebeurt dat niet? Weet je? Rechtse mensen doen dat soort shit niet. En die werken ook niet voor de gemeente Amsterdam. Dus dit college kan heel lekker zijn Amsterdamse gestoorde ambtenarenapparaat gewoon lekker zijn gang laten gaan. Want die doen toch alleen maar shit waar ze het ook mee eens zijn. Ja. Rechtse mensen zijn over het algemeen veel te beschaafd voor dit soort shit. En ze werken niet daar. Dat is gewoon hoe het is. En het grappige is dat de linkse activisten juist rechtse mensen beschuldigen van hetgeen ze zelf zijn en doen. Ja, dat ze Mongolen zijn. Nee. Oh. Nee. Dat ze geweld gebruiken, dat ze vandalistisch zijn. Ja. Ja. Nee, ook sowieso al die homofobie die gemeld wordt door complete moskeeën in één keer en whatever. Het is gewoon bullshit. Wat heeft een moslim nou in godsnaam te vrezen hier? Ja, ik weet wat hij heeft te vrezen. Meneer Wagenveld van Pegida. Ja, want die gaat dan lopen met jouw boekje aan een ketting. Ja, dat is... Flikker toch op, zeg. En we hadden het vorige week uitgebreid over boekverbranding. Hè, dat zo taboe is. Maar ik heb iets anders bedacht. Oh. Je kan boeken ook op andere manieren onleesbaar maken. Een boekverdrinking. Dat je gewoon... Nou, ik weet het niet. Dat wordt alleen maar onleesbaar als het van echt waterverf gedrukt is, toch? Nee, als het maar lang genoeg onder water is, dan krijg je dat niet meer uit elkaar. Nee, je krijgt niet meer uit elkaar, ja. Het papier lost op. Ja, dus ik zou gewoon... dat is misschien... Je neemt gewoon een tel water mee. Dat is een tip aan meneer Wagenveld. En je gooit de Koran daarin. Ja, maar kijk, als je gewoon je zolder aan het opruimen bent en je hebt gedacht van, ik heb nu een e-reader, dus ik ga de hele Bob Evers-serie gewoon wegdoen. En ik heb geen zin om naar de kringloop te gaan en ik heb een open haard en ik ga het gewoon allemaal opbranden. Dan heb je met jouw oplossing heb je niks aan. Nee. En je hebt nog steeds sta je in een kwade reuk. Letterlijk. Letterlijk ook, ja. Het stinkt denk ik wel. Ja, hij was dus inderdaad gaan de Koran aan een lijn uitlaten, maar had ook een... wat was dat? Ergens een reet mee afgeveegd. Een Palestijnse vlag of zo. Ja. Anyway. Ja, maar het is dus wel zo. Kijk, die ene ambtenaar daar in Amsterdam... Die doet dus mee aan een blokkade van een snelweg. Een bezetting van een IRG-pand. Het besmeuren van een stadshuis. Ja. Echt krekels. Boeien. Ja. Krijgt gewoon zijn baan, whatever, zeg maar. Denk je dat Wagenveld ergens nog een baan zou hebben? Als hij ambtenaar was. Nou, vergeet het maar. Ja, dat is Ik zag Wagenveld, die dreigt iets te doen wat niet illegaal is en mag een half jaar Arnhem niet in. Ja, alleen er doorheen, hè? Ja. Ja. Was Tovik Dibi ook nog in het nieuws? Ja, want die had nepaffiches gemaakt voor Politieke partijen.
Ja, alsof de VVD zeg maar de ontwerper was met hun huisstijl. Wat stond daarop? Dat weet ik niet meer. Boeit ook helemaal niet. Iets over natuurlijk dat is over weer arme Palestijnen die helemaal niks misdaan hebben. Ja. Maar, daarvoor had hij ook al Kaan van Denk zitten aanprijzen in een tweet. Die gast is alleen maar bezig met zich te profileren politiek. En het is een ambtenaar en het deugt niet en het klopt niet. En we hebben het er maar weer eens over gehad. En er worden dergelijke gesprekken gevoerd, zegt de gemeente, dan met ambtenaren in het algemeen. Want het mag niet over een specifieke ambtenaar gaan. Ja. En het kan niet en het deugt niet. En hij moet er gewoon mee kappen, zeg maar. Kijk, weet je, het is best een man die wat kan waarschijnlijk. Hij loopt tijd rond in de politieke wereld. Hij zal ze hier links en rechts wel wat snappen. Maar dit kan gewoon niet met het werk wat hij doet. Dus dan moet je kiezen. Je bent of ambtenaar. En hij wil natuurlijk ambtenaar zijn, want hij verdient een vermogen. Hè? Hij is gewoon een van de meest verdienende ambtenaren. Wat verdient een ambtenaar of wat verdient deze ambtenaar? Nou, dat of... weet ik niet precies, maar hij is de rechterhand van de stadsdeelvoorzitter en hij is adviseur. Stadsdeelvoorzitter, stadsdeelcommissievoorzitter, dat is een of andere Turk en een jeugdvriend van hem. Mede daarom was hij ongetwijfeld daar zo geschikt voor. Maar die verdient 110.000 per jaar. Oh. Met een grotendeels ceremoniële functie. Ja. Beetje vergaderingetje voorzitten met wat halfjes van politieke partijen die niet die nergens... Halfjes? Wat bedoel je daarmee? Nou ja, niet de scherpste mesjes in de la, zeg maar, over het algemeen. Okay. Gewoon de mensen die niet voor de centrale raad mogen. En als je weet hoe laag dat niveau al is, dan snap je dat het daar niet veel hoger is. Ja, en ondertussen zaten dus in de Eerste Kamer... Ja. Een Volt-senator... met een Palestijnse sjaal om. Ja, eentje van Volt, eentje van GroenLinks, geloof ik, toch? Ja. Nou ja, weet je, dat is kleding, moet jij weten. Ja, nou ja. Hoewel, ja, je gaat ook niet in een Hugo Boss uniform zitten zonder de swastika's, maar goed. Nee, met zo'n leuk doodshoofdje op je gevaar. Ja, precies. Ja. Of dat je opeens met zo'n Duitse helm opkomt, omdat het hagelt buiten. Het is schofterig. Ja. Het is schofterig, maar ja, weet je, van dit soort Mongolen verwacht je niks anders. Maar ze kregen ook een berisping van de eigen partij. Deze vorm van gedeelde standpunten uitdragen is niet de vorm die wij als Tweede Kamerfractie zouden kiezen. Aldus partijwoordvoerder Dassen. Partijleiders. Nee, de woordvoerder van partijleider Dassen. Nou, weet je wat... Dus hij keurt het niet af, maar hij zou het anders hebben gedaan. Kijk, het punt is dat... Ik snap dat daar een oorlog is, hè? En... In de partij? Nee, in Israël. Ja. Maar je hoeft geen kant te kiezen, hè? En je kunt ook nog wel globaal voor de ene kant zijn, maar ook begrip hebben dat het... Kijk, je kunt... Ik ben in beginsel pro-Israël in de zin dat ik... vindt dat wat Hamas heeft gedaan over de afgelopen jaren... en dan met name waar dat in resulteerde... of zeker ook 7 oktober met gewoon heel gering ingrijpen... snap ik dat de maat vol is en dat je dat volledig moet uitroeien. Ja. Snap ik. En maar dat daar allemaal burgerslachtoffers bij vallen is superkut. Dat snap ik ook. Ja. Ik snap helemaal en dat gun ik die mensen ook niet. En ik weet wel dat er veel haat zit, maar als je... in zo'n klein stukje grond zit en je zit al weet ik hoe lang in een dictatuur geleid door Hamas, snap ik ook dat we die haat niet heel te persoonlijk kwalijk moeten nemen. Nee. Maar dat is toch niet zo moeilijk om gewoon beide te snappen? Daar hoef je toch niet... Nee, maar dat is, ga je toch niet... Dat is de radicalisering van het hele politieke spectrum. Het neutrale midden... Je moet een standpunt innemen, anders word je gewoon overlopen. Ja. Ik bedoel, neem nou Pieter Omtzigt. Die is toch ook gewoon zijn hele momentum alweer kwijt. Ja. Ik zag laatst weer een peiling dat er weinig van overblijft. Een peiling voor de Europese verkiezingen weliswaar. Europees parlement. Ja, ja, dat zegt natuurlijk niet zo gek veel. Nee. Dat boeit je achterban natuurlijk niks. Ja.
Het zou toch jammer zijn dat Rozan Hertzberger opeens weer tandeloos is. Ja, in het gewoon thuis weer geen stel kapot aan het maken is. Ja. Dat zou zonde zijn. Het is wel fijn dat die mevrouw iets om handen heeft nu. Precies. Nou, dan hebben we nog de oorlog in Oekraïne. Ja, wat was dat voor een berichtje? Nou, dat is dus... Frankrijk misbruikt steun aan Oekraïne om er zelf beter van te worden. Ja. Ja. Nou, hoe dan? Nou ja, er is een sterke lobby binnen de EU om naar een soort oorlogseconomie over te stappen. Dus dat we weer gewoon vol inzetten op wapens maken en whatever. Alsof we in oorlog zijn. Ja. Nou, wie schiet daar het meeste mee op? Nou, de Duitse oorlogsindustrie is nooit meer echt bijgekomen van de laatste... De laatste keer dat ze daar echt wel heel goed in waren. De enige echte grote oorlogsindustrie die we hebben in Europa, dat is Frankrijk. En en al die bedrijven worden met staatssteun overeind gehouden. Dus als er gewoon Europees geld in oorlogsmaterieel voor die oorlog wordt gestoken, dan is dat een hele grote kans dat er heel veel van in Frankrijk terechtkomt. Ja. Dus die vinden dat hartstikke mooi. Dat is gewoon een lobby om de eigen economie ook overeind te houden. Nou, dat was hem. Ik vind het verder saai nu ik erover nadenk. Jij hebt hier iets Rutger Bregman. Ja, wat had hij nou weer? Ik was laat Rutger Bregman met zijn totaal gratuite dingen die ons zegt hoe wij ons moeten gedragen. Mm-hmm. Zonder dat hij daar voor zichzelf consequenties aanbiedt. Weet je, daar krijg ik, ga mijn nekharen van overeind staan. Ja. Wat die man moet doen, als hij van betekenis wil zijn, laat hem een politieke partij oprichten. Laat hem daar zijn standen. Dan verdien je meer respect. Ja, in maar dat ogen. Is heel makkelijk gezegd. Je weet net zo goed als ik. Je kunt niet een politieke partij oprichten als je slist. Ik heb trouwens nog een... De man is gewoon gehandicapt en jij zit daar gewoon... Je gaat er heel gevoelloos mee om. Dat vind ik heel jammer. Ik heb trouwens nog een foto van zijn tweelingbroer. Ooit een keer moeten maken. Die werkt voor het Centraal voor Bureau Statistiek. Misschien kan ik daar nog iets mee. Ik weet niet wat. Je ziet hier precies hetzelfde uit. Ja. En maar echt precies. Nou, die kun je gewoon in de ANP beeldbank zetten alsof het Rutger Bregman is. Ja, het is wel een grappige foto namelijk. Anyway, dus dat de hele tijd van ja, het water komt en we moeten allemaal op de Veluwe gaan wonen en we moeten allemaal geld in de oorlogseconomie stoppen en we moeten. Flikker op! We moeten niks. Oh ja, Rutger Bregman, ja, die had dat druk en die is ook in één keer helemaal pro-war. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel... Eigenaardig ook dat al die mensen die nooit bang waren voor Rusland, toen het nog de Sovjet-Unie was, namelijk in een soort van heilstaat in wording natuurlijk. Ja. En die kernwapens afschuwelijk vonden. Die zijn nu allemaal helemaal pro-war. Stel je voor een enorme demonstratie op het Museumplein. Liever een raket in mijn keuken dan een Rus in de tuin. Ja. Zoiets. Ja, dan zouden nu de hele andere kant van het politieke spectrum komt dan opdagen. Ja, nee, dezelfde kant. Nee, ik draaide het om, hè, want het was liever een... Ze zeiden van liever een Rus in de keuken dan een raket in mijn tuin. Dus Ja. Ja. Aardgasvrij. Ja, wie heeft dat opgeschreven? Ik. Oh, nou. Ja, dat was een dingetje, stadswarmte in Amsterdam. Oh, wacht, dat... Nou, dat bleek nogal duur uit te zitten voor uitvallen voor iedereen die beloofd was dat dat goedkoper zou zijn of op zijn hooguit even duur. En nu is het snoes en daarmee is ook aardgasvrij in 2040 eigenlijk wel van de baan. En het was nooit op de baan, hè, want het kan gewoon helemaal, het is gewoon echt totaal waanzinnig. Maar dat krijg je dus als je bestuurd wordt door mensen die gewoon geen enkele praktische kennis hebben, die letterlijk nergens verstand van hebben, behalve van hun eigen ideologie. En benzineauto's in 2030? Wat is nou mee? Dat was toch ook het plan, dat die niet meer de stad in mochten? Ja, dat kan toch helemaal niet? Ja, nee, weten ze dat al aan de Amstel? Nee, dat weten ze nog niet. Ze dromen door.
Maar het zijn echt Mongolen. We worden door zulke incompetente mensen worden we geleid. Er was ook een tenenkrommend stukje op AT5 over Amsterdamse politici die aan het mopperen waren over de landelijke rechtse trend in de politiek. En dat zij zich moedig zouden verzetten daartegen. Ja, nou ja, zo Rutger Grootwassink, als hij de beschikking had over een Gulag-archipel, dan zou hij echt wel iedereen die het niet met hem eens is daarheen sturen. En wat zou hij doen als hij beschikking had over kernwapens? Dat weet ik niet. Op Den Haag gooien. Zouden ze Geert Wilders willen uitschakelen? Als ze de mogelijkheid hadden. Als Geert Wilders naar een of andere strafkamp zou kunnen, dan zouden ze er meteen voor tekenen. Ja, dat is inderdaad netter geformuleerd. Ja, want het is echt... het zijn namelijk geen democraten. Als de uitslag ze niet bevalt, dan is het helemaal fout en dan willen ze er niks mee. Ja. En dan komen ze in opstand. Dat is wat democratie is. Dat is dat je er nu dan, dat ook jij met jouw grote gelijk niet altijd je zin krijgt. Democratie is er niet voor om de beste uitkomst te doen. Als je al vindt dat jouw plannen allemaal zo fantastisch zijn. Democratie is er niet voor om de beste plannen door te laten. Maar om de plannen door te laten waar het grootste deel van de bevolking mee kan leven. Mm-hmm. Zodat je geen opstand krijgt. Zodat je beschaving niet aan elkaar pleurt. Het is niet zo ingewikkeld. Maar ik zag laatst een lijstje van allemaal landen. Waar wel gestemd wordt, maar waar stemmen per post is afgeschaft wegens onbetrouwbaar. Rusland, Guatemala, nou, zo'n heel rijtje landen. Ja. Alleen Amerika, ja. Daar wordt dat nog gebruikt. En jij zegt net van... grote push forward. Je respecteert je nederlaag niet. Ik bedoel, de democraten die willen koet, om het op z'n Frans te zeggen... Dat stemmen per post erin houden. En dat is toch wel aangetoond dat fraudeleus niet erin is. Houden, ze gaan ook nog doorpushen. Ja, natuurlijk is dat fraudeleus. Stemmen doe je in je eentje, in je hokje. Want dan kun je stemmen wat je wil. Als je stemt met je moeder aan de keukentafel... Ja, weet je, wat jou stemt gaat ook bepalen hoe gezellig het wordt de komende maand. Ja, en als je moeder een beetje fanatiek links is, en dat zijn de meeste moeders... Ja, maar dan levert dat gewoon heel veel linkse stemmen op. Los daarvan kan je natuurlijk gewoon heel makkelijk wat extra envelopjes bij de post afleveren. Nou ja, je zou op zich wel een formulier kunnen maken met een watermerk en toestanden. Ja, maar ja, wie maakt dat? De overheid. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, dus de overheid... Ook waar. Maar als je van het goede uitgaat, dat in de mens of zo, en dat dus niet zo is... En het is ook wel weer, ja, je kunt zeggen, ja, dat kan. Maar het kan niet grootschalig, hè? Nee. Dan weten te veel mensen ervan. Dus het kan alleen, maar dan nog, ook als het allemaal zuiver verloopt, weet je gewoon dat je een push krijgt naar links. Gewoon de gemiddelde man aan tafel gaat niet iets anders, openlijk iets anders stemmen dan zijn wijf. Of in ieder geval in veel gevallen niet. Zeker niet als het nu zo gepolariseerd is, zeg maar. Gewoon de meeste... hoe vaak zal niet gewoon je vrouw heel erg tegen Trump zijn? Ja. En heb jij zoiets van... Ja, maar het is toch wel beter dan Biden, weet je. Ja? Nou, dan ga je in dat hokje staan en dan stem je gewoon Trump. Boeien. Ja? En niemand die het weet. En thuis laat je het gewoon helemaal in het midden. Misschien hoef je helemaal geen verantwoording af te leggen. Zit je aan de keukentafel en je moet dat dingetje doen en je wijf kijkt toe... En je kinderen, die natuurlijk ook allemaal knetterlinks zijn. Ja. Nou, dan bedenk je nog maar een keer. Dan denk je, ja, ik hoop maar dat Biden het goed doet. Wat ons brengt bij het volgende. Interview met Tulsi Gabbard. Die wordt gevraagd van, ja, wie is nou eigenlijk de baas? Nee, laat ik het andersom doen. Mooi filmpje. Biden, die staat ergens op een podium en iemand anders houdt een speech en... En hij ziet ergens een kindje in de zaal en hij loopt erheen en gaat er... Nee, ik heb het filmpje gezien. Het is gewoon bizar. Biden staat naast die man en je ziet Biden gewoon opeens weglopen. Ja. En je weet nog niet waarheen. Je ziet hem gewoon uit beeld lopen. En dan pas na een tijdje draait die camera. Zit hij bij een peuter. Ja. Peuterbaby. Ja. Die bij een moeder op schoot zit. Ja... Als we de hele historie van het snuffelen aan kinderen niet hadden gehad, dan dacht je,
wat een sympathieke actie dat hij even naar die moeder met dat kindje gaat. Nee, joh, ik heb dit bij mijn moeder gezien. Mijn moeder die werd jong dement. Dat weet misschien niet iedereen. Maar dan in dat dementie worden, en dat is, dan ben je echt al heel ver heen. Dan komt die totale focus op kinderen. Je wordt, dat heette vroeger, dement heette ook kind, hè? Dat je weer wordt als een kind. En dat is gewoon dit. Kinds. Hij is gewoon hartstikke kinds. Dat zei je inderdaad vroeger. Knetterdement. En hij staat daar op het podium en dat is natuurlijk helemaal niks voor een klein kind om daar te staan. En hij ziet een ander kindje en daar wil hij mee spelen. Dat is echt wat daar gebeurt. Ja. En dat brengt ons dus bij het volgende interview met Tulsi Gabbard. Want we moeten nu eventjes de boel aframpelen, want ik heb geen zin meer. Oh ja, maar we hebben nog heel veel op het lijstje staan. Die wordt dan gewoon gevraagd van ja, maar wie is er nu, wie trekt er nu aan de touwtjes in het Witte Huis? En dan heb je natuurlijk altijd makkelijk ideeën over de deep state en de grote bedrijven of de CIA. Maar zij zegt van ja, het is gewoon het Obama en Clinton. En Clinton, Hillary, die zei laatst ook nog van ik spreek het Witte Huis dagelijks. Nou, waar slaat dat op? Waarom zou zij het Witte Huis dagelijks spreken? Als ze er niet aan de touwtjes aan het trekken was. En hoe kwam Tulsi Gabbard aan die informatie? Nou ja, gewoon omdat ze zegt van kijk, iedereen die daar nu werkt, dat zijn allemaal, is dat voormalige inner crowd van de Clinton-Obama administration. Ja. Dus dat is gewoon, is niemand die hoeft het niet hard op te zeggen, maar als je gewoon kijkt naar wat dat kabinet van Biden is, wat die mensen zijn, aan wie ze hiervoor loyaal waren. En dus inderdaad een Clinton die dus gewoon zegt van ik bel nog dagelijks met het Witte Huis. Hoezo? Hoezo dan? Ja. Ja. Ik heb heel erg zin in november. Ja, ik nu ook. Al. Nou, ik zit me af te vragen of ik... Er is zo'n meme coin. Die heet Trump. Ja. En MAGA. Ja. En die is best duur. Die is echt... rond $5 per stuk of zo. Tussen de 5 en de 7 schommelt dat een beetje. En die is ook begonnen als 0,2 cent of zo. Een jaartje geleden. Dus die is al heel hard gegroeid. Ik zit er toch een beetje te denken om daar een beetje in te stoppen voor als hij wint. En ik zou dus met name mensen die anti-Trump zijn aanraden om dat te doen. Dat hij dan wint, maar dat jij er toch nog wat beter voor wordt. Wat een goed beleggingsadvies. Oh nee, dit is geen beleggingsadvies. Dit is gewoon iets om over na te denken. Educatief. Dit is ironisch. Dat zeker. Ja. Nou, we zijn er doorheen. Ja. Goed gedaan, jongen. Ja, ja, bedankt. Nou, dan moet iedereen lid worden. Ja, lid. En doneren. Nee, en delen. Ja, en abonneren. Ja. En laat het je vader ook eens zien. Ja. Mijn vader die heeft op een gegeven moment wel gezegd... Want die zit natuurlijk niet op YouTube. Ja, je hoeft me niet elke week dat linkje te sturen, hoor. Heel grappig. Okay. Tot de volgende week. Doei. Nou, ging goed. Super boeiend dit. Als mensen dit niet helemaal afluisteren, dan zijn ze dood van binnen.